Ik ben uh, Marines Dijkhuizen, uh, geboren in Schavezande, 42 jaar. Uh, twee dochters, uh, dochters van vijf en tien, bijna 11. Uh, oud speler van Excelsior en momenteel hoofdtrainer van uh, Excelsior sinds, uh, sinds 1 januari. Ja, en met, uh, met veel successen gepromoveerd. Nu in de Eredivisie gaat het ook heel goed. En een van de meeste complimenten die we horen als het over jou gaat, is die Marines Dijkhuizen, is zo gewoon. Is het een compliment of zegt het ook iets over de voetballerij? Nou ja, ik denk dat het allebei inderdaad ook iets zeggen over de over voetballerij, En ook over mij. Maar ja, ik krijg wel eens na het compliment van. Hey, je bent lekker normaal, hoe uh, doe je dat? Ik zeg ja, dat is niet zo moeilijk. Ik ben gewoon mezelf voor de camera. Uh, en uh, ook als de camera uit is, en dat, dat maakt het heel makkelijk. En uh, als het dan al goed overkomt, dat is mooi meegenomen dan ja. In de voetballerij zijn we dat niet gewend, hè? Nee, blijkbaar niet. Dat is natuurlijk toch wel een aparte wereld. en. Uh, uh, maar mensen soms zichzelf heel belangrijk vinden en uh, soms ook wat overdreven doen. Ja, daar hou ik niet zo van. Nee, kan je daar aan, uh, aan ergeren? Ja, heel erg komen daar daaraan ergeren. Want uh, ja, doe lekker normaal. Noem eens een voorbeeld, waaraan uh, erger je dan? Ik vind ook dat je als trainer vrij rustig langs de lijn moet zijn en niet op alles moet reageren. Ik vind wel dat je dat steeds minder ziet, trainers die dat doen. Natuurlijk moet je een bepaalde emotie tonen om druk te maken, om de scheidsrechter, om de vierde man. Natuurlijk doen we dat allemaal wel eens. Maar ik denk dat je rust moet uitstralen. en je moet bezig zijn met je ploeg te analyseren en waar je je ploeg kan helpen. Ik denk dat het belangrijk is dan te schreeuwen, want je gaat de jongens niet bereiken. Rustig ook rustig langs de lijn. Ik We moet wel eens een beetje om lachen, want die trainers die zo staan te dansen en die vierde man helemaal uitschelden. Ja, klopt. Ik zeg, voor mij is het in, in, in andere landen nog veel erger. In Spanje, als een paar wisten gezien zien, dan bij Valencia. Die trainer was alleen maar langs de lijn aan het rennen. Die was zelfs aan het meerennen met, met, met de spelers. En ik zou er helemaal gek van worden als ik zo'n zo trainer had. Ik kan die bondscoach nog herinneren op het WK van Mexico. Ja, ook zo'n voorbeeld. En dan zeggen ze: het kan passie uit. Ja, dat, dat, natuurlijk. Je moet ook niet alleen maar als een, als een dooi daar staan. Want die, die moet wel normaal blijven en doen. En je spelers op een bepaalde manier proberen te bereiken. En dat is heel moeilijk, want ik heb het wel vaak met mijn spelers over. Ja, hoe krijg ik nou contact in deze in entourage? Dat is moeilijk. Dus dat uh, gaat soms met het handgebaas. Maar over het algemeen kan je langs de lijn niet heel veel je spelers bereiken. Gewoon zijn, hè? dat heeft ook een, natuurlijk een stukje met opvoeding te maken. Je komt uit Slaverzanden. Wat kan je vertellen over uh, hoe jij bent opgevoed? Ja, met veel voetbal. Voetbal was heel belangrijk bij ons in huis. Dus, uh, mijn vader speelde altijd uh, in het eerste van Schuizendlandse SV. Toen was het nog SV. Tegenwoordig SV Schuizendlandse. Hij uh, heeft daar 25 uh, nou, jaar in het eerste gespeeld. Dus altijd daar veel uh, aan het kijken. Zelf uh, van kleinste aan daar gaan voetballen. En daarnaast uh, was het, uh, mijn vader was aannemer in, in, in tuinbouw, dus uh, tomaten, uh, sla. En dus elk vrij uurtje uh, vanaf 12, 13 jaar uh, ging ik mee om, uh, om een zakcentje bij te verdienen en om hard te werken. Dus uh, ja, denk prima qua opvoeding, omdat je dan weet wat hard werken is. Uh, uh, dat, maakt, dat maakt het nu wat makkelijker soms. En dat je ook extra kan genieten van, uh, van, van je job die je nu hebt. Want ja, vroeger was het echt kaart werken. Ja, als je daar uh, nu een terugdenkt, denk ik van ja, dat, dat heeft me toch wel een, uh, in mijn karakter ge, uh, gebracht en wat ik veel in mijn voetbalkeer aan heb gehad, maar ook uh, nu in mijn trainingscarrière. Mm -hmm. Gewoon op zes uur op het fietsje, s ochtends vroeg uh, naar, de naar de tuin, tomaten plukken, ja, ballen racen Ja, precies. Mijn vader had eigenlijk altijd uh, wel het idee van uh, als het uh, uh, licht uh, bijna wordt, dan moeten wij al gestart zijn, zeg maar. Dus uh, soms kwamen we wel eens terug, uh, waren we klaar om twaalf uur, dan kwamen we terug bij het eerste paadje en dan zagen we wel dat we... Uh, dat het nog een beetje donker was. We dus hebben een paar we vergeten, zeg maar. Maar inderdaad, het was hard werken. Snel maar koffie tussendoor af en toe. En uh, ja, snel maar proberen het af te krijgen. En dan is uh, middags uh, regelmatig naar het strand. Dat, dat zag de strand. Zo zag de zomervakantie eruit. Ja. Ik heb jou een paar wel eens ontmoet. En hij trekt nog steeds, nog steeds de lijn hè, bij FC Schafverstand. Hij, hij runt een beetje dat complex. Ja, dat is echt zijn lust in zijn leven. Hè? FC schraaf is anders. Ja, klopt. Uh, altijd daar gewoond, uh, altijd daar, daar gespeeld. Uh, echt met de oude stempel. Uh, niet naar andere clubs gaan. Nee. Nooit, nooit voor geld uh, gevoetbald. Uh, dat was hij in die tijd niet. En heel soms uh, werd er wel eens wat gedaan. Maar we hadden absoluut niks van weten. Ja, nu is hij gelukkig nog uh, fit. En uh, blijft hij ook fit door dat soort dingen te doen. Dus inderdaad, uh, dan bel ik hem of er ochtends als ochtends hier naartoe rijden. En dan staat hij op het hoofdveld uh, de lijnen te trekken. Dus, uh, ja, het is alleen maar mooi. Is het ook jouw ideale oude dag? Uh, nee, ik nee. zou liever ergens in Spanje zitten in een mooi huis, uh, lekker weer, uh, dan, dan genieten van mijn oude dag. J jouw vader, die wilde ook niet dat jij wegging, hè, bij, uh, bij toen nog de Schavensandse SV. Nee, Hij heeft goed. je heel lang geprobeerd tegen te houden. Ja, dat is ook gelukt. Jaar, ik had al een jaar, ik had, ik had allemaal naar Excelsior Sluis. Uh, Erik Schuurder wilde me graag erbij halen. En toen hij ik toch nog over laten halen door mijn vader. Het lag erg gevoelig dat ik wegging. Mm -hmm. ik, ik, ik speelde naar het eerste en was natuurlijk de, de naam dan de opvolger. Uh, maar ja, geluk, uh, toen ben ik ook gebleven. Het uh, jaar na kwam Erik gelukkiger gelukkig weer. Die was niet zo eigenwijs om uh, mij om, uh, om, uh, nog een keer te vragen. Niet ja. bang van je vader? Nee, precies. Dus uh, ja, achteraf een fantastische beslissing, want toen ben ik wel gegaan. Uh, ik wou gewoon uh, kijken wat er maximaal was. En wij speelden toen eerste klas zaterdag. Baan als trainer? hè? Ja, uh, is het in de schaduw van jaar mijn sluis onder, onder Erik Gudde. En dat ging zo goed uh, dat dat er kwam in, uh, om mij aan te trekken. En dat was mijn eerste jaar in 1994 jaar, bij Excelsior. Ja. Nooit, uh, nooit spijt gehad, uh, nooit gedacht van joh, was ik maar eerder gegaan? Of wilde niemand die lange slungel hebben? Dat heb ik ook wel eens gelezen namelijk. Nou, dat klopt. Uh, ik kon al veel doel op te maken, maar er kwamen, er kwamen geen andere clubs. Uh, in mijn jeugd uit A en B uh, werden mijn, uh, mijn vrienden toen de tijd uh, gescout voor ADO, voor Feyenoord. Uh, en, en ik niet, want het, het, het zag er inderdaad altijd niet vrij uit. En nou, aan was ik niet, niet geweldig. Ik heb daar een hele grote inhalslag kunnen maken, Is onder van, van, van Erik. Laten om een robaan extra gaan trainen, op niveau komen wat hoger lag dan jezelf, maar heel snel het niveau aanpassen. Dus dat betreft, uh, nee, ja, ik ben blij dat ik de kansen ooit heb gekregen en heb kunnen pakken. Ik was 22, dus relatief laat. Ik kwam uh, mijn bedrijfskunde af, mijn, mijn studie. Dus het was een mooi moment om uh, me om toch uh, de kansen aan te grijpen voor een jaartje. Nou, dat is aardig uitgepakt, gelukkig. En dat is wel lekker hè, dat je bedrijfskunde hebt kunnen studeren, denk ik. Daar heb je wel voordeel van, denk ik, of niet? Ja, zeker. Nu denk ik ook wel als, als trainer tot een bepaald denkniveau, een bepaalde structuur die je, die je mee hebt gekregen, ook in je, in je opleiding. Maar ja, ook, ook daarin weer de discipline gebracht. Ik was geen geweldige student, ik moest best wel de hard voor knokken, maar wel in vier jaar gehaald. Ook weer het karakter kwam wel naar boven om. Om dingen die ik echt wil, die, ja, dan doe ik alles aan om dat ook te bereiken. Nou, ja. Ging je die studie doen met het idee van ik ga je naar het bedrijfsleven? Ja, ik, ik, had, uh, ik, ik was eerst de bedoeling om op de halo te gaan. Ik had van die testdagen gedaan waar je alles moest doen, tot dansen, op muziek, tot, uh, en daar was ik wat minder in, maar uh, ja, ook atletiek. Het zat een beetje op het randje of ik het ging halen wel of niet. Dus toch maar even gekeken of er nog een studie was die me interessant leek. Nou, uiteindelijk kom ik bij bedrijfskunde terecht. En toen kon ik ineens toch op het allerlaatste moment toch naar de Halo. Nou, er was dusdanig weinig werkgelegenheid dat ik voor de heb gekozen. Misschien achteraf, als je weet gaat voetballen, had je wel beter een Halo-cursus uh, of uh, opleiding kunnen doen. Ook nu met de trainerij. Maar ja, dat, dat, uh, dat weet je niet allemaal van, van tevoren. Toen ging je naar Excelsior, daarna naar Kambuur. Uh, je deed het heel aardig, of moet ik zeggen, goed. Was je een goede spits of een redelijke spits? Nou, ik, ik, ik ik kon wel, wel goed voetballen. En mensen hebben wel eens het beeld van nou, hij is alleen maar fysiek sterk en lang. Maar... Nou, in die, die seizoenen 156 competitiewedstrijden en 54 goals. Ja, maar ik, ik was echt ook. Ik, bij Cambuur ben ik opgeteurd door de uh, in instantie, door Dat was echt een Ik moest echt mee leren voetballen. Ja, en dat ging echt steeds beter. Dat ging met sprongen vooruit. Uh, zeker mijn derde jaar bij Kambuur We uh, waren gepromoveerd, met twee jaar. En derde jaar uh, ja, speelde ik in de Eerivisie, één keer, keer vijf jaar later in de e Eredivisie. En ik was eigenlijk wel het aanspelpunt, uh, wel de speelwaarde om te mm. zeg maar in eerste instantie de aanval, niet specifiek echt een afmaken, wel erbij, maar niet, niet geen 15 in een jaar. Maar ik ging wel, ja, werd wel belangrijk voor het team door mijn speelwijze, dus dat, dat, uh, die omturning heeft mij uh, door Hanberg wel een hoop gebracht. Ja. Ja, en toen kwam Utrecht, daar zou je lekker gaan samenspelen met Michael Mols geloof ik. Maar ja. je, de handtekening was nog niet droog of Mols ging naar de Glasgow Rangers? Ja, klopt. Misschien uh, achteraf was dat naïef van mij. Ze uh, hadden plan om met Mols te spelen nou, en ik ja, dat is een geweldige combinatie. Uh, fijne voetballen uh, om mij heen, uh, ik als aanspoelpunt, ja, dat zag ik helemaal zitten. Alleen ja, Mols was toen al zo goed. Uh, dat ik misschien al wel had kunnen inschatten dat hij dat niet ging halen, dus uh, ja, toen werd ik de opvolger van Moss en ja. ja, dat is uh, ten eerste al appels met peren qua, qua speelsel natuurlijk, en, ja, dan heb ik het gewoon heel, heel moeilijk gehad daar bij Utrecht. Ja, je hebt heb je gezegd, dat heeft je heel erg aangegeven toen. Ja, want je gaat met een bepaald doel heen, uh, het gaat vijf jaar goed, steeds elk jaar beter. Een tekening via contract, een geweldig contract getekend. Financieel? Ja, financieel, maar ook bij een mooie club. Uh, toen toen tijd werd het is echt een sip toppen, dus ja, voor mij was het uh, wel echt, echt een droomtransfer. Ja, dan is het dan na een jaar, uh, het eerste jaar heb ik bijna alles gespeeld. Het was een moeizaam jaar met z'n allen, ook voor mij. Uh, het tweede jaar uh, werd in de voorbereiding met Cluzefiets de gehaald. Uh, Deren Kuit was mijn concurrent, die, die ging mij voorbij op dat moment. Meestal denk ik. Nee, achteraf zeker niet. nee. En dan kom je in één keer op de tribune terecht en dan, dan heb je een vier jaar contract. Maar uiteindelijk heb ik maar één jaar daar gespeeld en uh, word je eigenlijk gewoon afgeschreven na één jaar. En dan, ja, dat, dat zijn wel harde dingen. Ja. Was dat tot nu toe, gewoon in al die jaren, de grootste tegenslag uit je carrière geweest? Ja, absoluut. Daarna kwam we nog wel iets meer in de trant van blessures. Dus uh, een half jaar op de tribune, een half jaar Schotland. En toen uh, weer terug naar Utrecht. Kon ik naar Emmen en eerst eerste schreef ik mijn, 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 mijn knieband af. Dus bijna een heel jaar uitschakeld. Ja, en dan uh, ben je twee jaar verder. En dan, zeg maar, uh, toen ik naar, naar uh, Utrecht ging, nou, kwam ik bijna naar half Nederland. Ik was dan ze vrij en ik speelde neer divisie Spits. Nou, dan dan mm, mm -hmm. dat was een prima marktsituatie. Ja, twee jaar later kon ik uh, nog naar uh, Topporsen en SV Dordrecht, Dat was toen echt uh, allebei in de marge van, van uh, toen de tijd de eerste divisie. Dat was echt rechterrijdje eerste divisie. Uh, Daar had ik nog de keuze uit. Dus zo snel kan dat ook gaan. Dus, ja, dat, dat, dat is ook wel weer een goede ervaring natuurlijk om mee te maken. Heb je toen nooit getwijfeld van: joh, ik kap lekker met, met voetballen. Ik ga iets doen met mijn studie bedrijfskunde. Nee, absoluut niet. Omdat uh, ik vond het geweldig voetballen. Ook uh, voor 500 man in Os? Ja, ook voor 500 man in Os, Want die ben te liefhebber en ik, ik, ik wilde terugkomen. En, uh, <laughs> ja, ik had het mooi al meegemaakt de Eredivisie, Maar uh, ja, ik wil voetballen altijd voetballen. Dus dat, dat was helemaal geen optie opgeven. Uh, ik ben toen de tijd ook, uh, ook in de Oosttijd uh, uiteindelijk ben ik vier keer aan mijn knie geopereerd. En de vierde keer zo uit de peet van: Nou, kan je nog meer dan, uh, mm. dan voetballen? Ik zei: Nou, dat kan ik wel, maar dat wil ik nog niet. Dus uh, nou, toen was ik dertig. Uiteindelijk uh, heb ik nog vijf jaar kunnen voetballen. Uh, gelukkig nog een keer hier teruggekomen. Kampioen geworden en mijn me kunnen afsluiten. Dus ja, dan komt ook het kracht te weer naar boven dat je er alles aan doet om het maximaal eruit te halen. Dus uh, ik heb daar wel uiteindelijk een heel goed gevoel over de algehele carrière als, als speler uh, die ik gehad heb. En die teleurstellingen van Utrecht en van die blessures, kan je daar nu nog wat mee, heb je dat nu me, me, meegenomen naar het vak als trainer? Ja, natuurlijk, want je herkent situaties van, van spelers. Uh, als spelers lang gepassieerd zijn, dan, dan geven we daar extra steun aan. Uh, vanuit je ervaring kan je, kun je uh, dingen vertellen. Maar ook, ook de teleurstelling. Je kan natuurlijk, ja, ik weet ook wat het is op de bank te zitten en nog erg op de buurt te zitten. Ja, en, uh, maar hij liet het toen echt links liggen. Ik moest echt van een blaadje aflezen en uh, zoek, uh, zoek het maar uit ja ik, ik, ik voorkom dat soort dingen, uh, je probeert toch in gesprek met zulke jongens te blijven. Dat is altijd moeilijker natuurlijk, maar wilde ook toch wel de aandacht blijven geven die, uh, die je niet verdient, dus dat, dat zijn wel mooie leermomenten om nu dat uh, uh, niet zo te doen als, ik, uh, als het toen bij mij gedaan werd. Ja. Um, bij, bij FC Ossen, toen was het eerste moment dat jij dacht van hé, hey, ik wil misschien wel trainer gaan worden, begrepen. <laughs> Ja, klopt. Ik, uh, ik heb hier uh, mijn eerste jaar in 1994 heb ik al trainerscursus gedaan, 3 en 2. Toevallig ging okay. hier een groepje vandaan. Uh, on, uh, Mario Been zelfs met Bram Marbus, Peter van den Berg. Uh, die oh. gingen die cursus doen. Ik denk, nou, kan nooit kwaad, uh, laat ik maar meedoen. Maar meer uit die mm -hmm. gedachte. Uh, niks meer gedaan, maar ik had al 3 en 2 gelukkig. En toen ging ik naar Oost, contract tekenen, had ik zoiets van nou ja, uh, de heer van mijn carrière, ik wil ook uh, verder kijken. Hè. Dus ik wil ook trainer worden, dus in contract op laten nemen ook een trainingscursus kon gaan doen en plus een, een team gaan trainen. Dus toen heb ik drie jaar uh, op rij één uh, voetbal en de A 1 B en de C heen gedaan samen met, uh, met Frans van Gesthuizen en, uh, en mijn cursus gedaan. Dus, uh... Ja, dat is achteraf ook een goede set. En toen liet jij in de kleedkamer, lieg je bij het eerste ook al regelmatig horen, toch? Ja, je merkt steeds, steeds vaker uh, in namenspreking aan het woord kwam. Uh, ja. Dat je je ervaring gaat krijgen, je, je inzichten hebt als, als speler. Maar ja, als je wat ouder spelen, dan, dan ga je ook, uh, meestal werkt het zo, uh, ook meer praten. En zeker als je nou een keurs gaat doen en train hoort, dan ga je meer over dat, dat vak nadenken. Dus ja, dan, dan groeit dat vanzelf. ja. We, was, dat ben ik nu pas hoor. Harry van der Ham toen training? Ja, los. ik heb drie oh. jaar onder Harry uh, getraind, ja. Wel, wel een goede trainer, lijkt me. Wel iemand waar, waarvan je wat kan leren, of niet? Ja, hij is een hele aanvallende trainer. Dus wat dat betreft ideaal voor mij, eh, omdat ik spits was. Mm -hmm. Dus uh, hij wilde vrij snel in de 1-1. Eh, dus dat was voor mij wel lekker. Uh, het ja, het loopvermogen werd ook wat minder, dus uh, dat is voor mij overzichtelijk. Ik vond het alleen uh, tactisch-inhoudelijk achteraf uh, ja, te simpel om één tegen één te spelen. Dus dat betreft ben ik daar zelf geen voorstander van, als trainer. Zijnde. Maar hij had daar een hele duidelijke visie in. Ja. Je hebt al nooit gezegd: voor je trainer proberen ze zus en zo? Nou ja, soms inderdaad, hadden we het natuurlijk wel zoveel, Maar het, het, we speelden ook aanvallend. En uh, op zich hadden we het goed voor elkaar. Hè. Alleen ja, we, we startten altijd heel sterk En daarna uh, kregen we altijd veel blessures. A3-jaarbrei. En ja, nu achteraf begrijp ik waarom. Want we trainden gewoon te hard de eerste maanden. Uh, uh, die had nog niet uh, de periodisering van Vaaien. Die ik uh, wel toepas en maar uitstekend bevalt. Dat, dat was toen nog niet. Of, of in ieder geval niet om live aan die verhaal. Maar bij de meeste clubs nog niet. En ik denk dat het wel een hele sterke verbetering is ten opzichte van, van het verleden. Jij werd uiteindelijk trainer, maar dat was dus niet omdat je niks anders kon. Toch? Dat zie je nou bij veel voetballers vind ik namelijk. Nee, dat klopt. Dat herken je toch wel? Ja, dat herken je wel. Die gaan zoeken. Ik was, natuurlijk wel, ik was wel vooruit aan het kijken. Dus ik was al bezig van nou, ik, wil, ik wil wel trainen worden. Want het spreekt me aan. Ik heb daar nu de ervaring op, op gedaan. Dus dan ben je daar wel bewust mee bezig. En ja, ik vond het, het leven wel heel, heel, heel prettig als voetballer. En ik zag mezelf uh, niet, niet, niet zo snel terug gaan, uh, een kantoor, kantoorbaan krijgen. Uh, dus niet denigreren, Maar dat is gewoon mm. omdat je dat gewend bent. Ja, en je pasje daar ligt en ik van, nou, uh, ik wil trainer worden. Toen had ik nog niet uh, kunnen bevorderen dat ik ook echt coach van voetbal wil worden. Ik denk eerst voor training trainen in amateurs en dan, dan zien we wel hoe de ambitie uh, is. Maar die had, ik had niet, toen ik dertig was, van ik wil per se over uh, tien jaar uh, coach van voetbal doen. Dat ja. had ik toen nog niet. Dat, dat, dat groeit. En jij was natuurlijk als spits met name afhankelijk van je medespelers, hè, met voorzitter en dergelijke. Maar als beginnend trainer. Je, zegt, yo, je moet je eigen kansen creëren. Ja. Precies de omgekeerde wereld. Ja, absoluut. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Veel geïnvesteerd in mezelf. Uh, ik ben hier aan uh, uh, analyse gaan doen. Uh, Weste analyse uh, in eerste instantie om, uh, om de off te trainen. Zelf aangeven, nou, ik wil uh, bij, bij Simon Kelder. Toen de tijd van uh, ik, ik wil toch mezelf ontwikkelen, kan ik niet uh, analyses gaan maken. Tegen een onkostenvergoeding? Hè? Ja, tegen een hele onkostenvergoeding. Minimaal voor mij verdien ik uh, alles bij elkaar 40 euro. Uh, voor, uh, voor een analyse, dus dan was je ongeveer een uur of 15 aan kwijt. Ja. Zeg maar. Als je je handelspot uit had, dan was het al een paar uur rijden, of je ja. avond weg. Dat is toch 2,5 euro per uur? Hè? Ja, precies. Nou, ja, dat was iets meer dan tomaten tomaatplukken vroeger. Dus, uh, <laughs> nee, maar dat, ik, 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 ik heb er wel heel veel van kunnen leren. Uh, ik ben training gaan kijken van, van andere trainers. Uh, Alek Pastoor werd daarna trainen hier en die vroeg weer: wil je analyse doen? Ik zei: ja, ik wil het wel, maar ik word nu zelf trainer bij Montfort. Ik wil uh, ja, uh, het vak leren. Dus ik wil je, uh, bij je komen kijken. Hij zei, nou, je bent elke dag welkom uh, wanneer je maar wilt. Nou, dat is achteraf een hele goede keuze geweest, want uh, ik kon mijn problemen bij hem kwijt. Of de problemen, de dingen waar ik tegenaan liep. Hmm. Die bespraken we dan hier. Ik stond op het uh, veld met een hele goede trainer om, om het te leren. En ik was nog inderdaad een keer analyse maken mezelf. Dus je was alleen maar met voetbal bezig. Dus uh, ik kon alles toepassen. Mijn mond wordt op een ander niveau. Maar ja, daardoor kon je jezelf uh, ontwikkelen, ja. En met Montfort wel, van de eerste klasse naar de hoofdklasse uiteindelijk, in een paar jaar? Uiteindelijk naar de topplasse zelfs. Top ja, dat ja. was heel bijzonder. Uh, Montfort is een heel klein uh, dorpsclubje van, van 300 leden. En uh, ik was blij uh, dat ik de kans kreeg bij hun. Ik zelf gesolliciteerd, mm -hmm. eerst klas zaterdag. Gewoon gesolliciteerd omdat het in de buurt was? Ja, omdat het in de buurt was. Ik had drie clubs, Huizen, Woerden. In Montvoort en mijn huis uh, kreeg ik netjes een berichtje van uh, bedankt, maar uh, geen interesse. Oh, dat zullen ze wel leuk vinden, nu. <laughs> Ja, En woorden uh, mocht ik komen en mijn mond mocht ik komen. En woorde, uh, had zoiets van: ja, waarom uh, wil jij hier trainer worden? Je hebt geen ervaring. Uh, die had zoiets, die belde heel netjes af een heel mooi verhaal. Van, nou, het is verstandig om eerst echt assistent te worden uh -huh. en dan uh, zo het vak te leren. En mijn mond was al slijt, die klikte. Uh, ik zei al na het eerste gesprek toen ik thuis kwam: nou, uh, dat gaat hem worden. Denk ik van twee kanten. Nou, we zijn daar begonnen. En, uh, ja, het eerste jaar was de, de versterkte promotieregeling door de toplassen. Ja, Eindig waren het niks, aan vier. Het jaar daarvoor waren ze net op één punt ingebleven. gebleven. En met hetzelfde elftal uh, ja, de ontstond er chemie met mij en, en de spelers heel snel. En we gingen beter voetballen. En we promoveerden de hoofdklasse. Met allemaal eigen jongens die op de fiets kwamen. Ja, toen, uh, het jaar daarna uh, hadden we op de laatste speeldag een uh, nacompetitie. Ja, wat ook alweer een heel bijzonder jaar was. Ja, en die, die, die weg naar de nacompetitie dat speel je met uh, tien met je om één plekje. Mm -hmm. En die uiteindelijk hebben die na vijf wedstrijden gewonnen. Ja, dat was geweldig. We hebben geloof ik uh, vier keer met Spanje op het veld te staan. Ja. En dan ben ik weer blij dat we in de volgende ronde waren. En uh, uiteindelijk kwamen we in topklasse. Uh, thuis uh, op Montfort zelf uh, echt 3000 man helemaal volgepakt. Ja, een unieke belevenis, Dat is echt uh, geweldig. En toen was Rick Kruis toch al jouw assistent bij het tweede? Nee, dat was daarna. Dus Ik ben daarna naar de meer in gegaan, gegaan. De meer in zondag eerste klas. Ja? En spits trainer Utrecht was combinatiefunctie. Ja. Frans van Zeemen zit bij allebei, zeg maar. En toen was Rick, uh, mijn, uh, werd Rick mijn assistent trainer. Heb je die daar. zelf gevraagd? Nee, die was er al. Okay. Die, die liep de stage. Die was ook al bezig met, met TC2. En, uh, nou, ik kwam een paar keer aan de praten. Ik kon hem eigenlijk niet, ja, van na, maar niet, niet qua persoon. Hij uh, is natuurlijk net even een slagje jongens maar, mij, dus ook niet echt tegen hem gespeeld. En al de gelijk klik, dus we zijn samen aan de slag gegaan. En, uh, ja, dat viel uitzekend, uh, tot, tot, uh, tot 1 januari, zeg maar. Dus we hebben anderhalf jaar samengewerkt. Ja. En nu werk je hier samen? Ja. Zit apart? Ja, in het begin wel, omdat natuurlijk de ogen dan gericht zijn. Of iedereen weet van elkaar. Uh, en spelers. kennen elkaar. Ja, die kennen die elkaar. Streepje elkaar. Voor. Ja, streepje voor. Zo, zo denken mensen de werken, inderdaad, natuurlijk. Dus daar, uh, Rick was toen onder Thomasson uh, wel spelen, niet, spelen, niet altijd. Ze dus waren toen eigenlijk met, met, met vier man, met Lars Hutte, Lasutte, Adiwaas, Stans uh, en Rick Kruis. Uh, die toch wel een beetje uh, het soms afwisselde zeg maar. Uh, maar Rick is, is eigenlijk van, ook gelijk vanaf mijn begin uh, heel, heel goed van spelen. En ook de extra mo motivatie, wat jij zegt van uh, echt niet te laten zien, denken dat hij maar iets bevorderd wordt. Dus uh, voor mij heeft hij zelf nog een schepje bovenop en de, de wederzijdse band en vertrouwen was er al. En dat hem, hem denk ik nog een stukje verder geholpen ja. en ja, een hele goede, hele goede kracht geworden. Dus uh, ja, daar heb ik nooit iemand van gemerkt. Nee, en als je wint, dan is het veel maar dat makkelijk. Is ma ja, dan is het natuurlijk extra makkelijk. Maar je merkte wel of ja, weet je, ik heb met Rick nu nog steeds veel contact. Uh, meer dan met anderen speelt. Maar ja, dat is zo groeit. Uh, hij is ook tweede aanvoerder. Dus uh, ja, ik ga ook nog eens gezond als kijk bij de Meren. Dus okay. dan heb je het daar nog even over. Dus, uh, op een vrije dag ga je gewoon nog lekker voetbal kijken? <laughs> ja, dan ga ik wel met mijn dochters en mijn vrouw gaan we mee. Mijn dochter speelt ook bij, bij VW de Meer. Die zit okay. in uh, MD1. Dus uh, die, die voetbalt. ik kwam een paar jaar geleden thuis. Die had schoolvoetbal gehad. En die zei pap, leer je even bij de Meren dat ik uh, ga voetballen met uh, mijn met vriendinnetje. Ik zei, okay. in de spits, Kopsterk? Nee, het is een echte, ik noem dat Jaap Stam, maar het is een verdediger. <laughs> Ze zijn <laughs> wel fysiek groot. Maar ik uh, uh, kan beter verdedigen dan voetballer zeg maar. tot nu toe. Zeg maar. Dus, uh, maar het is toch wel leuk om te zien. In het begin had ik zoiets van moet het nou? Maar nu ja, als je de kans hebt, ga ik altijd even kijken. En uh, speelt een leuk team. Dus daar kom je nog graag bij de meer. En dan, dan heel af en toe op zondag als we dan eens vrij zijn en komt ervan dan, dan pak ik het fietsje. Dan gaan we even kijken bij de meer. En dan relaxen met een biertje aan de afloop en, en we kennen uh, Dus dat is dus voor, voor mijn vrouw en mijn kids ook leuk. Dus dat is niet alleen voor mijn plezier. Nu sta je hier bij Excelsior als hoofdreding in betaald voetbal. De plek waar zo weinig baantjes uh, zijn. Heb je, kan je zeggen dat jij het geluk hebt afgedwongen door zoveel extra te doen? Of ja. heb je nog steeds een beetje geluk gehad? Uh, nee, ik denk dat ik het niet afgedwongen heb. Uh, soms zeggen mensen maar als ja, je hebt geluk, En ja, die weten dan niet altijd wat ik ervoor gedaan heb. Als je na het uh, de helmelsport uit gaat op vrijdagavond, uh, ja, dan wil er niet zo niet zo gauw iemand met je mee. Dus dan ga je echt alleen kijken. Kijk, uh, zo werkt het nou eenmaal. Dus je hebt het zelf afgedwongen dat je uh, je ontwikkelt. Uh, ja, als je geen toptalent bent, zeg maar, sommige met voetbal, met voetbal, het, het kom je niet aanwaaien. Je moet er gewoon uiteindelijk uh, zelf heel veel uh, hard voor werken. En, en ja, dat heb ik ook gedaan. En vandaar dat ik nu hier zit. Ik had wel de overtuiging toen ik hier ook stage in lopen, toen zei ik tegen mijn leercoach. Ja, ik word hier ooit hoofdtrainer. Dat gaat gebeuren. Geen bluf. Nee, dat is geen bluff. Dat is gewoon dan het gevoel wat je hebt met de, met de club. En dat is dan ook wederzijds. Je weet dat je past en je kent de club. Maar ja, je moet dan even wachten wanneer de kans komt. Je zei, ik was niet zo heel erg talentvol als, als voetballer. Is dat dan met terugwerkende kracht ook weer een stimulans geweest voor je? Misschien wel een kleine reden van dit succes, dat je het uiteindelijk toch bent geworden. Omdat je weet van, Joh, ik moet er... Net even wat harder voor doen? Ja, misschien wel. Uh, ik heb mijn voetbal veel betere spelers omheen gezien, uh, die veel minder ver zijn gekomen. En dat heeft ook wel een klein beetje met geluk te maken uh, aan blessures. Mm -hmm. Maar uh, vooral, het, het ligt bijna altijd aan jezelf. Het begint bij jezelf. en ja, dat, dat, dat kan ik me nooit verwijten in dingen. Ja, in één keer lukt het wel natuurlijk, wat ik Utrecht, uh, ook liever anders gezien. Maar dan ja, was je net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ja, dan, 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 dan kan dat. Ja, nu heb ik heel sterk het voorbeeld. Ik op het goede moment uh, bij de juiste club binnenkomen Dat is belangrijk, hè? dat instapmoment. Daar heb ik het al eerder over gehad. Kan ik ja, natuurlijk. Ja, Aan de andere kant uh, heb je niet altijd een keus, natuurlijk. Uh, gezien uh, de marktsituatie. Uh... Als er een andere club was gekomen voor jou? Nou, ah. dan, 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 dan weet ik niet of ik daar gelijk had, uh, had ingestapt. Want ik vind uh, januari is wel een heel moeilijk instapmoment. Als je beginnend uh, coach bent bij, bij een club, uh, als je dan de club niet zou kennen. Dan is het, uh... Je kan ook maar één keer een debuut maken. Ja, daarom. Je bent snel afgeschreven. Ja, daarom. Dus dat, dat zeg ik. Dus ik, weet niet of ik toch Want uh, ik, ik, uh, ik had bij de meer goed naar mijn zin en ik had bij Utrecht goed naar mijn zin. Dus uh, wat dat betreft uh, was het niet, uh, niet een moedje zeg maar, om uh, per se uh, alleen de kans kwam vrij onverwachts en snel. Ja, nu heb ik er geen seconde over nadenken. Nee, want als je dan ergens moet instappen dan maar bij je eigen club. Ja, daarom. Dus dat is ideaal ja. bij je eigen club. En uh, ja, van Rick kreeg ik al de geluiden door van uh, we hebben best wel een aardig ploeg. zegt hij: Ik heb het gevoel mm -hmm. dat we uh, wel hierna wat laten liggen. Dat, dat hoorde ik eigenlijk het half jaar daarvoor al. Ja, en die geluiden, uh, daar, die komen eigenlijk ook Ferry en Wouter mm, bij, bij mij mee aan. Ja. Dus uh, er zat meer in, zeiden ze. Ja, dan ben je hier, dan is iedereen lovend, hè? binnen Excelsior maar ook daarbuiten. Wat maakt jou, Marinus Dijkhuizen, nou zo'n goede trainer, zo'n speciale trainer? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen ja, je je over jezelf. Je ja, nou, ik, 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 ik straal een bepaalde rust uit. Uh, ik denk dat het belangrijk is naar, 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 naar je spelers. Uh, winnaarsmentaliteit uh, kan ik overbrengen op spelers. Ik kan uh, een goede uh, chemie met de groep hebben en een en groep ook echt, uh, echt een groep laten worden. Dat mm. was hier al aan de gang. Dat heb ik kunnen versterken. Ik denk ook, uh, vrij uh, goed kan inleven in mijn spelers. Dus, uh, uh, ja, ik draai het vaak om voor mezelf. En daar handel ik naar. En, ja, ik sta vrij dicht bij mijn spelers, en dat kan met deze groep. Dus ik denk dat het allemaal wel, wel kwaliteiten zijn. Ja, en tot nu toe, veel beslissingen die ik gemaakt heb, uh, die pakken goed uit. En uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. Je maakt heel veel beslissingen als ze hoofdtrainer zijn. Hè. Ja, en die pakken bijna, ik zeg niet allemaal goed uit, maar wel, wel de meeste wel gelukkig. Ja, je kan goed binnen de groep staan, goed boven de groep staan. Je kan ook goed vooruit plannen. Ja. Um, dat zijn wel twee punten van trainers die jij heel vaak noemt. Als er aan jou ja, gevraagd wordt, van welke trainers heb je veel geleerd? Zeg je altijd Mario Been en Alex Pastoor. Ja. Dan is Been is een beetje de man die tussen en boven de groep staat. Ja. En Alex Pastoor, het organisatorische, het ja. goede plannen. Klopt dat een beetje? Ja, nou ja, helemaal. Ja. Uh, ik, ik, waar ging... Uh... Een week of vijf van tevoren, voordat de play-offs begon, dan was ik uh, alle Westen in kaart aan het brengen. En uh, ja, ik zat drie weken van tevoren uh, bij, bij, bij Nakken XC. Omdat ik wist dat ik daar moest zijn om eventueel uh, zou kunnen dat wij tegen daar een van hun in een tweede ronde of in de finale uh, zou kunnen spelen. Dus voor ik... play-offs of promotie? Ja, voor play-offs, voor promotie. Dus ik, uh, ik had mijn werk al daarin al gedaan. Zeg maar. En dan, ja, als ik dan omheen kijk, dan zie ik geen trainers zitten. Dus ik denk dat dat wel een, een kracht is van mezelf. Ja. Gewoon het vooruitplannen. Ja, het vooruitplannen. Omdat je, ja, dat heb ik echt van, echt van Alex geleerd, inderdaad. Ja, hij zei: elk patiënt telde. Ik was natuurlijk analist. En ik moest toen ook al naar, uh, ja, dan zei hij van, uh, nou, tegen wie we we gaan we spelen in het maken op die En dan ging ik alles uitdokteren. Ik zeg: waarschijnlijk uh, moet ik nu naar Zolle toe. Uh -huh. Want ik denk dat die het gaat worden. Nou ja, dat was dan uh, een beetje geluk, maar wel de goede keuze. En dan gingen we daar met camera ook heen. Alles gefilmd, alles voor elkaar. Ja, en dan zei hij: zoek ook even alle pingels uit en alle corners uit en zoek het dan maar even uit. Ja, dan denk je af en toe op dat moment wel van: ja, jee, Maar ja, elk procent telt, zegt, ja. zei hij. En ja, dat, dat is ook zo in praktijk, dus dat is een hele goede les geweest. Ja. En terugkomend op Mario Been, dat was een trainer die jou vaak op zaterdagochtend nog wel eens verrotstelt. En dat vond jij mooi? Ja, dat gebeurde wel eens een enkele keer. Dan, 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 dan vrijdagavond, uh, dronk wie een biertje en we hadden natuurlijk een geweldig seizoen, dus uh, we wonnen ook veel. Dus dan, maar je houdt ook wel voor gezelligheid. Ja, en ik, ik als oudste speler uh, stond vrij dicht bij hem, omdat hij ook nog wel eens uh, aan mij dingen vroeg. En ja, zo gaat het dan. Ja, maar ik kom dan ook als in afspreking uh, een beetje, uh, uit niks uh, ja. uh, zeggen hoe slecht hij uh, mij wel vond in de, in de groep. Ja, daar dat heb ik uh, geen moeite mee. En, ja, ik ben nu soms ook vrij direct in de groep. En je merkt vaak dat ze uh, een spelersgroep daar aan het begin aan moeten wennen, eerst een paar weken. Maar daarna toch wel prettig vinden, want uh, ja, ik doe het bij iedereen. Het is niet alleen maar uh, bij, de, uh, bij de jonkies of alleen maar de oudjes. Of... Dus uh, uiteindelijk werkt dat uh, uh, tot nu toe heel goed. Kan jij een klootzak zijn? Ja, niet zo snel, maar het, het kan wel. Een uh, paar, paar kleine acties gehad tot nu toe, zeg maar bij ik, in, in het afgelopen jaar, die uh, uiteindelijk wel heel goed zijn uitgepakt. Maar, uh, Je ja, kan het noemen? Nou, ik heb een keer kleine ervaring met Galit met, met Karami gehad. Uh, uh, van het veld afgestuurd. Uh, we hebben behoorlijk bonje gehad met elkaar. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we daar allebei beter uitgekomen, vind hmm. ik. Er uh, zat ja, dus bij hem toch wat onduidelijkheid. Nou, die hebben we uiteindelijk uh, toen wel weg kunnen halen. Ja, en Ik vind dat hij daarna geweldig gedaan heeft. Uh, uh, hij vond zichzelf op dat moment de eredivisie spelen. Dat was net toen ik hier binnen was. Nou, dat vond ik niet. Dus daar zat hij nu op één lijn. En als ik nu zie hoe hij het in een jaar opgepakt heeft. hoe vrouw onverstoorbaar die is geworden, zeg maar. Ja, dat, dat, dat kan ik hem wel van genieten. Dus uh, ja, die band uh, leek toen niet goed. maar die is eigenlijk uh, heel goed geworden in de loop van een jaar. Ik kan me ook een voorbeeldje herinneren met Luigi Bruins. die een rode kaart pakte tegen Dordrecht. Je noemde hem dom, amateuristisch na afloop. Je kookte van woede. Ja, klopt. Dat was, ja, dat, dat, dat was, uh, dat was gewoon een heel, heel dom moment. Uh, ja, dat, dat, dan, ik, dan zeg ik het ook gewoon, ik ga er dan niet omheen draaien. Dat heeft ook genut. Ik vind zeker met, met zijn status en ervaring. Ja, dan kun je ook denken: van dat ja, moet ik niet doen. Maar dat denk dan niet, dan laat ik gewoon even mijn, mijn gevoel en mijn emotie uh, gaan. Uh, binnen de grenzen vind ik zelf. Uh, ja. Uiteindelijk is dat ook goed gegaan. Uh, ja. Hij ging daar goed mee om. Maar ja, het is wel een duidelijk signaal: denk naar je, naar, je, naar je groep toe. Dat doe ik dan niet bewust, maar ik, ja, dat, dat stoort me dan. dan. Dan laat ik het ook weten. Maar, over het algemeen ben ik vrij rustig. Dus de, ik weet. Maar toen wel. was je echt kwaad. Hè? Ja, en ik weet wel dat het na één keer in het voorjaar was de eerste keer dat ik boos werd. En ik in een kleedkamer in in rus. Dat achteraf van de jongens teruggeven dat dat wel indruk had gemaakt en dat het wel heel goed was. Ja, Maar dat, als je kon... elke week boos wordt. Nee, dat niet. Maar ze, ze konden maar natuurlijk op dat moment. Ik was hier twee maanden, zeg maar. Als een hele rustige trainer. En dan nee. werd ik onijspissig. Ja, en dat. Dat gaf, gaf toch wel een bepaalde indruk, uh, wat ik achteraf uh, begreep. Dus ja, het, 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 uh, het gebeurt niet gauw, maar uh, ja, soms wel als het moet, dan, uh, ja. dan wel. Maar zeker niet te vaak, nee. Nee, want je hebt de grootste hekel aan spelers die heel veel talent hebben, maar die er, die er niet alles aan doen, hè? Ja, klopt, Omdat je dan weer teruggaat naar jezelf, ja. je, je kijkt hoe je er zelf alles voor gedaan hebt. En uh, ja, dat, dat is ook een tik van jezelf, Als ik aan voetvolley ben, nu ook, als ik meedoe met een partijtje, ja, wil ik winnen. En dat zie ik niet bij iedereen. En dan, dan, dan kan ik me daar wel aan irriteren. En denk ik, ja, dat is zo zonde als je zo goed kan voetballen. Uh, maar ja, bij sommige spelers hebben dat nou helemaal niet. En het sommige kun je bijbrengen en sommige uh, gaan op de duur afvallen. Ik Heb je vorige week nog een training gezien wil je een balletje terugleggen op Oude Zwar, geloof ik, dat dat mislukt? En jij, oh sorry, sorry, sorry. Ja, ik doe het heel soms mee. Ja. Uh, omdat dan in aantallen. Ik vind het niet ideaal. Maar soms vind ik. We hebben ook wel eens, wel eens training. Dat is ook leuk, toch? Ja, nee, maar we hebben ook wel eens training. Waar inderdaad een dus-training, Wat meer plezier centraal staat. En als, het dan, uh, als ik het dan zo kan sturen. Dan, mm. dan wil ik mezelf nog wel eens indelen. En dan, uh, dan maak ik het niet te groot. En dan nee. doe ik zonder buitenspel. En dan, <laughs> dan gaat het allemaal nog wel uh, redelijk. Maar die jongens zijn tegenwoordig zo sterk. En dus dat <laughs> wordt wel steeds lastiger. Maar ja, ik kan ook wel mijn meedoen, Kan ik nog wel genieten. Ja. Is het moeilijker om uh, tegenwoordig te slagen in de voetbalwereld? We moeten er meer voor doen uh, in de zin van uh, voeding. Jongens, een heel strak, strak uh, regime tegenwoordig. Zeker voor en na de training uh, moeten we bij ons uh, 10 pillen op een dag alleen al. Uh, Vetpercentages, in mijn tijd was dat 15, zat ik net onder, ligt nu op 11. Net onder? Ja, ja ik zat net onder. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik ging naar nou, de wedstrijd ook nog wel eens een biertje drinken, moet ik zeggen. Ik had die ontspanning wel nodig. En, dan was je misschien ook door je amateurtijd uh, dat wel gewend, dus mm -hmm. uh, ja, het kon, het kon ook, uh, bedoel, uh, geen probleem. Maar tegenwoordig zijn ze echt, uh, als ik zie, ook de, de training uh, de warming-up, uh, heel, uh, heel veel met kracht zit erin. Uh, krachttraining aan zich doen we ook. Maar de jongens zijn echt, uh, echt topsporters, ook uh, fysiek gezien, zeg maar. Ja, als je, dus, je ziet hoe Sander Fischer is, uh, uh, ja. zich heeft ontwikkeld, ook ja. gewoon lichamelijk. Echt bizar hè hij traint ja. ook geloof ik met R.O.S. Sayas, hè ja dus uh, dat begreep ik ook Ja, wat vo voetenwerk, vooral dat ook, je ook, ervan, ook 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 ja 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 zeker ja, ja dat, uh, maar zeker in de zomermaanden. want we ja. geen situatie komen nee en, uh, zeker in de zomermaanden heeft hij dat heel veel gedaan dus uh, ja. Maar het, het is inderdaad het totaalplaatje ook, zeg maar ook, ook de exposure van, van, van de media is tegenwoordig natuurlijk heel groot, ook voor spelers. Uh, je voetbal, internationaal studio voetbal, dat was in mijn tijd wel, wel, wel een stuk minder. Mm -hmm. uh, het camera, de telefoontjes tegenwoordig, het brengt ook heel veel druk met zich mee. Uh, Hoezo? Nou bedoel? ja, hij is dan heel veel in de belangstelling, maar ja, we hebben natuurlijk aan Joridek gezien uh, begin ja. van het seizoen uh, dat het ook tegen je kan werken uh, als je een aantal fouten maakt zoals hem. Ja, dan krijg je hem keihard terug. En dan komt er zoveel druk op je af. Ja, kijk, als het goed gaat, dus dan krijg je hem elkaar terug ja. op een positieve manier. Uh, maar dan, als het slecht gaat, ja, dan wordt het ook een mentaal, uh, een zware kwestie natuurlijk. Dus ja, in dat opzicht is het denk uh je ligt nog meer onder de spelen, dus ik denk dat het wel uh, moeilijker geworden is voor ze. En speel je daarop in? Heb jij een uh, mentale trainer bij Excelsior? Ja, uh, gelukkig wel. Uh, via Daan Bovenberg in contact komen met, met Rentse Weide. En die wou het uh, vrijwillig doen. Dus, uh, wat dus gaat hij doen? Nou, we hebben een aantal teamsessies uh, uh, gehad. Uh, uh, ook hier in het supporters. Home. Uh, gewoon wat interactie. Uh, ja, wat handvaten aangeven. Aan uh, dus tot nu toe, voor mij weet ik, niemand die individuele daar tot nu toe uh, begeleiding heeft. Nou, het is wel tegenwoordig iets wat erbij hoort, vind ik. Of zeg ik de, de, de druk is, is enorm. Uh, jongens, uh, ja, het komt veel op me af. Ze dus denkt ook wel goed om bepaalde dingen te bespreken. En het blijft natuurlijk nog steeds een beetje. Uh, ook, ook de spelers hebben dan zoiets, moeten we het nou trainen aan ja. spelers? En dat begrijp ik ook wel. Maar hij ziet toch wel steeds vaak hun, hun, hun intrede doen en ik denk nou, dat, dat het goed is. Is deze voetbalwereld uh, te conservatief nog? Ja, vind ik wel. Ja, ik, ik, ik sta daar wat anders in. Ik, uh, ik, ik, ik probeer juist contact uh, te zoeken met, met, met dat soort mensen om, om uh, bekend te uh, Robin Vergalen uh, waar ik regelmatig mee, mee spaar. Ook andere mensen waar ik af en toe mee ga, ga sparren, ja, je moet zorgen dat, dat, dat je eigen feedback regelt. Het is dus niet alleen maar van een training geven. En ja, er komt veel, veel meer bij kijken dan, dan, dan ook voor het trainingsvak. En ja, gelukkig bij Excelsior uh, zijn we niet zo conservatief, gaan we willen wel vooruit met veel, veel dingen. Maar als je natuurlijk ziet hoe, hoe moeizaam het gaat op, 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 op mondiaal niveau met, 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 met buitenspel en, hmm. en, en doellight-technologie, ja, dat, 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 dat gaat wel erg moeizaam allemaal, vind ik. Maar als je aan de trainers van de oude tempo vraagt: joh, ze hebben een, We hebben een mentale trainer erbij gehaald, dan, ben je, dan word je al snel gezien als uh, ja. Ja, dat... ja, softie, wat je. Ja, precies. Dat, dan, dan roept Dex ook al een paar keer natuurlijk van: ja, dat is toch niks. En, uh, maar dat. dat uh, dat is wel iets wat erbij hoort, vind ik tegenwoordig. Uh, omdat ja, je staat gewoon onder veel druk. Mm -hmm. en het is een intensief vak. Ja, dan kun je daar allemaal wel uh, heel makkelijk over doen en uh, nuchter in zijn. Maar ja, er komt gewoon veel op je af. Dus dat uh, moet je toch uh, goed regelen voor jezelf. En wat steek je dan op van die sessies met Robin Verhalen? Uh, dingen benoemen, heel duidelijk naar je spelers toe. Uh, of het goed of slecht is. Uh, ja, ik zeg ook, hij neemt ervaring mee met individuele uh, uh, processen van, van spelers, maar ook groepsprocessen. Ja, ook soms simpel zoals wel, gezegd van uh, we gaan de Amsterdam Cup spelen uh, tegen WK uit. Uh, ja, hij zegt, mijn ervaring is, als jij er al uh, drie of vier uh, uh, niet opstelt van je baas spelers, dan geef je al een signaal toe ja. naar die andere dat het op 80% kan. Ja, daar heb je natuurlijk wel een punt, dat zijn wel dingen die je meeneemt, ja, in je ja. beslissingen. En dan in uh, april mogelijk al definitief veilig. Want dat is toch de doelstelling? Het gaat niet meer uh, mm. 16-17. Nee, klopt. De uh, jongens hadden sowieso plekken uh, 15 uh, zelf als doel uh, gesteld. Hebben jullie dat eigenlijk van tevoren uitgesproken? Of heb je het veilig gehouden voor uh, de buitenwacht en gezegd 16-17? Nou, ik heb uh, met de jongens gezeten in voorbereiding En zeg van. Uh, Delden voor de verandering? Ja, voor de Delder, voor de verandering. Uh, inderdaad. Ja. Niks veranderd de afgelopen 20 sommige, jaar. Uh, sommige goede dingen moet je niet veranderen en uh, ja, bij elkaar ook uh, doelstellingen, jongens met elkaar bepaald en gezegd van, nou ja, van, ja, we willen 15 worden uh, op basis van vertrouwen, optimisme, uh, geen idee waar we aan begonnen. Dus ik heb toen op dat moment zelf gezegd van, ja, fantastische doelstelling, uh, prima, maar ik kon niet inschatten uh, hoe, hoe wij uh, onze verhouding was ten opzichte van andere clubs, want ja, wij kwamen toch met voornamelijk jongens uit, mm -hmm. uit de publiek in één keer divisie spelen, ja, en die is dan 17 reëel. Of is 15 reëel, of is 13 reëel, dat, dat moeilijk te zeggen. Kijk, nu zijn we een eind onderweg. En kan je uh, zeggen dat je uh, uh, 15 wil worden, dat is reëel. Uh, dat zal er om gaan hangen, denk ik, qua, qua punten. Dus we staan er nu goed voor. Ik ga ervan uit dat je gemiddeld 34 rond 34, 36, gezien de laatste paar jaren, uh, heb ik nog ja. even nagekeken, uh, nodig hebt. Nou, dan zijn we nu goed op koers. Dus, uh, ja, een om te zeggen om, om uh, rechtstreeks in te blijven. Ik denk Had dat je dat, dat hiervoor ook al gezegd eigenlijk, of niet? dat je de vijftiende als doelstelling wilde Nee, Nou, ik, ik, ik heb tot nu toe wel heel vaak gezegd naar buiten toe dat ik niet zo heel erg met de stand bezig was. En dat, dat klopt eigenlijk natuurlijk, ik me, betrap mezelf de laatste week wel op dat je iets meer gaat kijken naar de stand. Uh, je bent vooral bezig, heb ik ook altijd gezegd, van uh, teamontwikkeling, uh, spelers zelf ontwikkelen, je eigen ontwikkeling, uh, goed voetballen en dan ja, moet je gewoon zorgen dat je uiteindelijk 36 punten hebt. Dan hoef je ook niet naar de stand te kijken. Dus. Uh, maar natuurlijk is het leuk om naar zand te kijken, zeker, zeker als je daar aan en voor staat. Maar het is er hier om, 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 uh, om, om 15 te, te eindigen, dus dat is dus, uh, goed, goed op weg. Dat, dat verrast me toch wel enigszins, uh, ik, uh, we zijn verder dan ik dacht, omdat ja, je, je ook niet weet waar we precies stonden ten opzichte van andere clubs. Ja, en bij andere clubs zijn nu uh, paniek uitgebroken, dus dat is ook wel lekker, dat is alleen maar goed denk ik. En hoe meer paniek, hoe beter het is voor ons denk ik. En hier blijft het lekker rustig, dus uh, uh, ja, als we de boel fit kunnen houden en bij elkaar kunnen houden, dan gaan we er heel hard komen. Staat uh, 15e worden voor Excelsior gelijk aan uh, kampioen worden als Ajax of PSV? Zijnde? Ja, absoluut. Een geweldige prestatie zou zijn. En beter dan nog dan uh, vorig jaar promoveren. Ook een hele mooie prestatie natuurlijk. Maar als je 15e wordt op dit niveau, uh, je ziet waar we vandaan komen. Uh, en bijna toch wel veel met dezelfde jongens doen. Ja, is dat voor iedereen binnen Excelsior een uh, topprestatie. Wat ga je doen met de, uh, met de feestdagen? Ik ga eerste uh, Kerstdag gaan we met de hele familie in schouwen zonde bij mijn zus uh, vieren met veel, uh, veel eten en uh, uh, veel spelletjes en veel drank dan komt erbij, dus uh, blijven we daar lekker, lekker, lekker slapen. Dus de uh, Kerstdag doen we rustig aan en dan derde Kerstdag gaan we een weekje. Uh, op vakantie naar de Winterberg met een groep, met een groep uit Montfort. M mijn oude teammanager van toen de tijd is een hele goede vriend geworden. En, uh, we gaan al jaren eigenlijk met vier, vijf gezinnen uh, huren we een heel groot en luxe huis. En dan gaan we daar lekker eten, drinken, een beetje skiën en, en uh, kaarten en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik kan er nu al een beetje uitkijken. Ja. Dus eerst kerstdag gewoon lekker gourmetten? Ja, ik weet niet uh, of we echt gaan gourmetten. Het zou kunnen. Uh, het ja, is wel lekker. Als je een beetje lekker vlees erbij hebt en een biertje, dan kan we daar wel voor, voor Ben je toch uh, gewoon die uh, gewone jongen gebleven? Dan komen we terug aan het begin van het gesprek? Ja, nee, dat, 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 dat klopt ook. Ik bedoel, uh, ik heb nog veel uh, gelukkige vrienden uit Schouwens-Zanden, Waar we uh, tegenwoordig met apps is wat makkelijk een mooie groepsapp hebben aangemaakt. En uh, die zijn nu bijna allemaal supporters of uh, van Ado geworden. Dus die, uh, die loopt me wel een tijdje uh, te, te sarren. Maar... Ze geven me ook een goede kans daar. Dus, uh, dus dat zijn wel leuke dingen. Maar dit, ja, daar heb ik nog steeds veel contact mee. Je ziet elkaar natuurlijk wat minder door hier door drukke leven en hierin hebt een druk leven. Maar daar is er niet veel in veranderd. Dus uh, laten we dat maar houden zo.